Oh joh, wij zien ineens echt een fel licht komen. Wat is dit? Maar wij denken, hè, wat is dit? Ook al een heleboel chocolade. Goedemorgen, dames en heren, jongens en meiden. En welkom weer terug hier bij een nieuwe vlog. Ik ga hier lekker de gordijnen openen op deze zondagochtend. Kijk eens. Oh, zonnetje schijnt naar binnen. Goedemorgen. Oh, goedemorgen vriend. Hallo, jij komt hier ook gelijk aanlopen. Jij ziet de gordijnen opengaan en je denkt, hallo. Net zoals deze twee, die komen ook gelijk langslopen. Kijk dan, alsof iedereen hier in dit huis ingespeeld is dat wanneer de vlog begint, dat iedereen even hallo komt zeggen. De kat komt hallo zeggen, de Andy komt hallo zeggen. We missen alleen nog één iemand zijn hallo. En dan zeg je? Goedemorgen. Smakelijk eten. Nou, dankjewel schatje. Wat lief van jou. Ik heb deze ochtend uiteraard weer een tosti. En Lin gaat voor de gezonde, wat is het? Kijk, ja, dit eet jij elke keer de laatste tijd. Ja, lekker een beetje muesli erop. Maar hoe heet het? Het is gewoon een yoghurtbol dit, toch? Het is een smoothiebol met eiwitpoeder en fruit. Nou. En kwark. Goeie. Ja, lekker. Het ziet er wel echt goed uit. Moet ook een beetje denken aan acai dit. Dat is ook altijd zo lekker. Kijk, terug blij zijn. Ik weet het niet wat het is, maar ik krijg het dan gewoon niet meer weg in de ochtend. Tosties. Ja, ik weet het niet. Nee, nou, dan ga je toch lekker hiervoor. Ja. Prima. Oh, wij hebben dus zoiets super gaafs geboekt. Ook echt iets heel erg leuk voor de vlog. En ben ik heel benieuwd of jij gelijk weet waar ik het over heb. Ja. Wat dan? Paradijzen. Ja! We hebben dit echt, ik denk, 2 maanden geleden geboekt. Maar het zat gewoon helemaal vol. En het komt pas in september. Dus we gaan in september gaan we naar Paradijsa. En dat is dus een soort van... Nou, het is gewoon een dierentuin in België. En daar kan je dus slapen. Echt gewoon met je verblijf in... Ja, met een ik zal het even laten zien. Als je deze foto ziet, het is dus gewoon tussen de walrussen. Bij de ijsberen of bij... Ik ben zo benieuwd. Welke hadden wij? Ja, wij hadden met dat water inderdaad. Dat de walrussen gewoon voorbij... Ja, dat is echt zo ontzettend gaaf. Maar dat gaan we dus binnenkort doen. In september, jongens. Dus dat duurt niet heel lang. Volgens mij over 2 weken is het al dat wij daar naartoe gaan. Maar ik kijk er al zo lang naar uit. Want we hebben dit dus echt al 2 maanden geleden geboekt. En het komt nu wel heel dichtbij. Ja, eindelijk. Ja. Het duurde het zo lang voor mijn gevoel nog. Maar nu is het bijna zover. Ja, echt hè. Ik denk dat heel veel Belgen ook wel het kennen. Paradijsa. Misschien ook heel veel Nederlanders wel. Ik had er nog nooit van gehoord. Tot we die verblijven zagen. En toch best wel veel mensen die het nog hadden gezegd. Van leuk om daar een kennis te gaan. Ja. We hebben hier jongens een leuk boek. Het bucketlist boek. 250 dingen die jullie samen gedaan moeten hebben. Het bucketlist boek voor koppels. Zal ik een pen halen? Ja, haal jij eens even een pen. We gaan eens heel even kijken wat die namelijk allemaal in staat. Want 250 dingen zijn echt ontzettend veel. Dus ik ben benieuwd. Deze hebben we dus gekregen volgens mij... Wanneer hebben we deze gekregen? Met kerst? Kerst denk ik, hè? Nee, voor mijn verjaardag. Oh, was het voor je verjaardag? Volgens mij voor mijn verjaardag. Als je hem hier open doet staat er... You are my bucket list. En dit boek is van Lin en Gio. Schrijf jij of schrijf ik? Schrijf jij maar, jij hebt een mooi handschrift. Een ongelooflijk intelligent, knap en onafscheidelijk koppel sinds... Even kijken of je de datum goed weet. Schatje, ja, dit is een test. 31 september 2020. Nee, grapje. 31 oktober. Nee, je had het fout! Want ik zeg ook 2020, het is 2023. Nee. 31 september bestaat niet eens, want de maand september gaat maar tot 30 september. Dus dat... Oké, Gio en Lin, 31... Wat is het voor maand? De tiende. Ja, 10. 2 pagina's over ons. Oké. Onze relatie kwam traag tot stand, of het was liefde op het eerste gezicht. Ja, nou het kwam niet traag tot stand. Nee. Daar ging je wel in de sneltreinvaart. Ja, het ging niet traag. Dus het was liefde op het eerste gezicht. Ja. Dat denk ik wel, ja. Het ging niet traag, nee. Zo leren we elkaar kennen. Nou ja, via een weekendje in Frankrijk. Moet ik echt het in een leuke vorm opschrijven? Nou, dat hoeft niet per se. Wat jij wil. Lin is dus even alles gelijk hier aan het opschrijven. De volgende vraag is, wie veroverde wiens hart? Nou ja, ik maakte wel de eerste move. Ik vroeg wel aan jou of jij bij mij kon chillen, zeg maar. Of we FIFA gingen spelen. Dus eigenlijk... Het kwam wel meer vanuit jou toen. Ik was gewoon een beetje blanco. Ik veroverde jouw hart. Ja. De volgende, wat staat er? Op dit celebrity koppel lijken we het meest. Nou, ik zou niet iemand kunnen vinden waar we het meest op lijken. Maar ik zou wel iemand kunnen verzinnen waar we allebei wel heel leuk vinden. Justin Bieber. Ja, ja, die vinden we heel leuk. En we zijn ook zwanger nu. Ja, dat is wel waar. Maar daar lijken we niet op. Totaal niet, nee. Maar we vinden hem wel leuk, ja, toch? Ja, dus schrijf dat er maar in. En dan zie ik dus gelijk ook hier de volgende staan, de volgende vraag. De volgende vraag is, dit doen wij het liefst samen. Oké, we skippen deze.
Dit helemaal niet. Dit helemaal niet. Ruzie maken. Ja. Ruzie maken. Ja. Die andere skippen we. Dit vind ik het leukst aan jou. Oké, wil jij eerst of zal ik eerst? Ga jij maar eerst. Ik ga het eerst opschrijven. Maar dit is maar één regel, dat is wel heel kort. Lynn is even wat aan het opschrijven. Ik heb het nog niet gelezen. Ik ben benieuwd. Wat? Wat mag je nou? Ik wil iets opschrijven, maar het is een beetje alsof je het over een dier zegt. Wat staat er? Nee, ik wil het nog... Spontaan, zorgzaam. Ik wilde het er nog meer opschrijven, maar die was aanhankelijk. Ben ik aanhankelijk? Ja, ik vind jou wel aanhankelijk. Ja. Maar dat klinkt alsof je over een hond of kat praat. Aanhankelijk. Nee, maar kan wel. Spontaan, zorgzaam, aanhankelijk, knuffelbeer, eigenwijs, niet altijd en niet... Nee, hier staat eigenwijs, de zaak is niet altijd leuk. Oh. Niet altijd leuk. En niet op je mondje gevallen. En dat vind ik leuk aan jou. Ik hou er wel van, iemand die gewoon een beetje... Grote bek heeft. Ja, soms. Ja, dat heb je wel echt. Ik denk dat heel veel mensen dat niet van jou denken, maar dat heb je. Je bent echt niet op je mondje gevallen. Nee. Lief, eigenwijs. Heel eigenwijs. Ogen. Vrouwelijke vorm. Wat wil je daarmee? Geen idee. En een echte mama. Ja. Ah, wat lief. Ja, hè? Ja, vind je mij een echte mama? Ik vind jou een echte mama, ja. Zeker. Ja? Zeker, 100%. Oké, maar daar staat hij ook. Jongens, het is best wel een leuk boek zo, hoor. Als jij dit doet, is het bye-bye relatie. Oh ja, dat is voor mij wel heel goed. Ja, gewoon... Gewoon ontrouw zijn. Ja. Vreemd gaan. Alles, gewoon ja, dat. Gewoon, ja. Er staat hier, Lin zegt, ik vind jou het liefste als je met mij wil knuffelen in de ochtend. Dat vind ik echt zo fijn. We gaan even naar de volgende pagina. Better an oops than a what if. Oké, nou, dit is echt de bucketlist. Nou, daar heb je dus de eerste date over doen. Elkaar een bijnaam geven. Wat is jouw bijnaam? Heb ik een bijnaam voor jou? Weet ik niet. Ik heb helemaal geen koosnaampjes voor jou, volgens mij. Toch? Ja, Lijn. Lijn. Ik noem je Lijn. Lijn. En hoe noem je mij? G. Gewoon alleen G. Of Gigi. Of Gino. Oh ja, klopt. Gino. Gino, kom even. Oh, huisje, boompje, beestje. Nou, die kun je allemaal afstrepen eigenlijk. Hop, kruisje. Er staan ook hele aparte dingen in. Elkaars hart voelen kloppen. Nou, dat hebben we, die kan je ook afstrepen. Dat hebben we zo vaak gedaan. Ja. Op elkaars schoot zitten staat hier ook. Heb jij ooit op mijn schoot gezeten? Ja, ik heb wel eens op jouw schoot gezeten voor de grap, natuurlijk. Oh, kleren zijn niet leuk en vooral heel overbodig vandaag. Nou, Lin, aan jou de eer. Hebben we ooit... Je praat er ook heel verstandig overheen. Nee, ja, ik zat na te denken, we hebben zijn nooit een hele dag zo'n kleren geweest, want je vlogt iedere dag. Ja, ja, dat hebben we nog nooit gedaan. Elkaars vrienden leren kennen, nou dat wel. Ja. Iets doen wat we eigenlijk niet durven. Ja, voor mij die helikopter. Ja, ja, dat ja, voor jou. Ja, ik, ja, maar voor jou kan die wel inderdaad. De helikopter in Hawaii. Zo. Echt een hele gave vlog was dat. Dat staat hier beneden in beeld. Die moet je echt een keer kijken. Die beelden waren prachtig. En? Dan komen we bij de volgende ook. Nou, die kan je afstrepen. Wie wint er met duimborstelen? Oké, gaan we dat echt doen? Dat weet ik niet. Zo? Oké, en dan wie het eerst op... Maar wat is dit? Wat zijn we nu aan het doen? Wat moeten we doen? De ene moet zeg maar zo de ander plat leggen. Oh. Op zijn duim. Oh, maar... Oké. Maar ik wil eigenlijk met deze hand. Oké, dat kan ook. Oké, we gaan aftellen. Ben je ready voor het duimworstelgevecht? Ja? Oké, 3, 2, 1. Ik heb je. Oké, we doen een rematch. Een rematch, oh, dat staat er ook bij. Wacht even. Tel je af. Oh, 3, 2, 1. Oké, de bedoeling maar jij hebt een langere duim. Jij doet je hand de andere kant op. Ik heb hem! Nee, jij hebt hem nog niet. Ah, ja, hem. Tot jou. Ik mag mijn naam, toch? Ja. Lena streept nu een hele vieze af. Het bucketlist boek. Nou, wat staat? Hij schreef later in bed. Gio 40 keer vannacht. Dat is echt zo. Dit boek heeft vieze trekjes, hoor. Ja. Hey, samen douchen en dan staat er in kleine letters. Het is niet heel erg als iemand een zeepje laat vallen. Ja. Wat zou daar nou mee bedoeld worden? Nee. Ik zou het ook niet weten. Wij zijn Rotterdam ingereden, jongens. We zitten weer in de auto, want we gaan dus naar een Turkse supermarkt toe. Dus we rijden hier echt precies Rotterdam in. Kijk, aan de linkerkant hebben we de moskee. Hier hebben we Rotterdam-Zuid. En
Wat gaan we halen bij de Turkse supermarkt? Ja, dat kun jij beter vertellen, want het is jouw idee. Ja, klopt. Wij gaan namelijk zelf proberen dus die Dubai-reep te maken, die we dus zo lekker vinden. Ik heb er alweer twee op. Het is echt niet normaal hoeveel ik die dingen eet. Ja, jij bent echt heftig. Ja, ik vind ze echt heel lekker. Ja, ik had echt niet verwacht dat ik het zo lekker zou vinden. Ik dacht echt van, oké, meestal waren die overhyped dingen, dat stelt teleur. Maar ik vond hem dus echt super lekker. Maar nu hadden we opgezocht, je kan hem ook zelf natuurlijk gewoon maken. Dus we gaan naar de Turkse supermarkt, want daar hebben ze pistachecreme. En wat heet dat? Tagine of zo? Dus weer iets anders. Ze hebben ook nodig. En we hebben het engelenhaar nodig om te bakken. Engelenhaar? Ja, het heeft een andere naam, maar op makkelijk engelenhaar. Oké. Okay. Ja. Nu hoop ik natuurlijk wel dat ze dat dus ook echt hier hebben. Want anders zouden we helemaal voor niks hier naartoe gereden. Dus dan kunnen we het straks ook niet eens maken. Maar ik denk het wel. Er stond ook echt... Vast wel. Ja, er stond specifiek bij van ga naar een Turkse supermarkt. Nou, die zit gelukkig in Rotterdam dus. We zijn er. In Rotterdam. Oké, als het goed is zit deze straat zit hier dus. We kunnen mooi hier ook gelijk parkeren. Dus ben benieuwd. Ik ben nog nooit in een Turkse supermarkt geweest ook überhaupt. Nooit? Ja, jij wel. Maar je hebt Turkse vriendinnen natuurlijk. Ja, maar mijn moeder gaat er ook even aan. Ja? Ja. Oh, nou ja, ik nooit. Maar ja, waar moet ik ze vinden? Ik kom hier nooit, zeg maar. Hier in Rotterdam? Ja. We zijn binnen. Gio. We zijn binnen. Oh, kijk eens. Ze hebben ook allemaal lekkere saus hier. Ook Ruina saus. Dit doet me denken aan de straat al, zeg maar. Chaos set, Ruina. Oké, leuk. Ik vind het wel echt lach om een keertje hier te zijn, maar ja, eerst zijn we dus even... los. Ik vind het zo leuk. Ja, ga jij maar eerst even de dingen zoeken die jij nodig hebt, daarna gaan we voor de reep. Ja. Kijk, hoe ik namelijk Ruina ken, is dus gewoon chaos zetten. Maar dat, heb ik dat goed? Ja, ja toch? Ja, toch? Ja. Ruina! Ah, straattaal Gio komt naar boven, jongens. Hebben we nog meer hier staan of niet? Nee, gewoon normale dingen. Lumpia saus. Lekker. Ja, ja, ja. Jongens, kijk. Perfect. Dit is dus precies wat we zoeken. Pistache crème. Is dit hem? Ja. Ja, toch? Ja, denk ik wel. De pistache crème. Oké, maar is dit dan ook crunchy, denk je? Nee, dat moet erin met die dingen. Oh, oké. Je moet hem zelf crunchy maken. Aha, nou dit is dus precies wat we nodig hebben. Top. Kijk, staat ook de Turkse vlag op hier. Mooi. En wat we dan nog meer nodig hebben is dit. Tagine. Zo spreek je dat uit. Of niet? Ja. Maar is dit ook precies degene? Ja, dat weet ik niet. Of dit? Ja, ik denk dat het hetzelfde is, alleen gewoon een ander merk. Oké, top. Ik was bang dat we niet zouden slagen, maar we zijn dus wel geslaagd. Het is wel leuk om even een rondje doorheen te lopen zo. Maar we zoeken dus nog één ding. Laatste hebben we dus ook gevonden, dat is dus dit. Ja, ik ga het niet... Nee, ik ga het wel uitspreken. Tazze kadayif. Ik weet niet of ik het goed zeg. Deegdraden. Dat is de Nederlandse... De Nederlandse benaming. Nou, je gaat het straks allemaal zien. Dus we hebben pistachecreme, deegdraden en de tagine. Als het goed is, hebben we dan alles. Alleen de chocolade is nog. Maar die... Ja, die kunnen we ook gewoon in de supermarkt halen. Maar dus... we kunnen even kijken hier. Ja? Jongens, dikke shout-out naar Istanbul Supermarket. We hebben het. We hebben het. We zijn geslaagd. Het enige wat we dus niet hebben was dus de chocolade. Dus vandaar dat we ook nog even de appie ingaan. Het is wel grappig om zo het verschil te zien, hè? Ja, van die Turkse supermarkt. We hebben ook avondeten nodig. Oh, dan moeten we nog even hier halen, inderdaad. Ja, het is wel echt grappig. Die winkels zitten dus ook echt tegenover elkaar. Dus nu moeten we hier nog even de laatste dingetje halen. We zijn terug. Ik heb hier even lekker het tasje van Limbeet en de borstel. Maar kijk, elke keer als ik dit zie, hè. Hier, check dit. Als ik deze veertjes hier zie, dan denk ik, is hier dus misschien een vogeltje vermoord? Of een beestje of iets? Of een kuikentje? Maar ja, we hebben echt geen enkel spoor. Echt geen enkel spoor gezien van ze. Helemaal niks. Dus ik weet het echt niet. Echt geen idee. Maar kijk, steeds als ik dit zie, denk ik, het zou wat kunnen zijn, maar het is waarschijnlijk gewoon van een duif of zo. Ons avondeten. Hoe heet dit? Wat is het? Turks rijst met Turks brood. Turks brood. Met kip, ja. Turks rijst met Turks brood. Ja, jongens, wij gaan echt... Zeg maar, we zijn een beetje bezig met zo min mogelijk uit eten gaan de komende tijd. Omdat we dat gewoon echt chill vinden, lekker geld besparen ook. Gisteren zijn we toevallig nog wel uit eten geweest, maar dat was... dat kregen we van het zusje, dus dat is super chill. Dus hoeft ook zelf niet te betalen. Maar ook omdat we gewoon lekker, we vinden het chill en heerlijk om gewoon thuis te eten. Zeker. En jullie zijn natuurlijk in de vlogs best wel gewend dat wij heel vaak even gewoon wat uit eten gaan of wat halen. Of nou, in ieder geval gewoon dat we vaak weggaan en niet thuis eten. Maar we willen daar echt veel meer verandering in brengen. En daarom hebben jullie ook al de afgelopen vlogs elke keer kunnen zien dat we alleen maar thuis eten. Het is zover. Lynn en ik gaan zelf de reep maken. Dus voor alle mensen die hem bijvoorbeeld niet bij hem in de buurt kunnen kopen. Of dat je bijvoorbeeld een uur zou moeten rijden om überhaupt aan die reep te komen. Gaan wij jullie dus laten zien. Voornamelijk Lynn. Nee, dat was niet de afspraak.
ga helpen, nee, ik ga helpen. Jij maar wilde dit. Lin is natuurlijk echt de prinses in de keuken. Dus ja, dat is wel zo. Maar we gaan jullie laten zien hoe het dus gemaakt gaat worden. Dus ten eerste gaan we jullie laten zien wat de ingrediënten zijn. Nou, we hadden het net natuurlijk wat kort laten zien in de winkel. Tahin. Dit, deegdraden, pistachecreme en uiteraard, ja, je kan het ook met pure chocolade doen. Je kan het met melk doen. Kijk. Ja, en officieel doen we er nog een beetje witte chocolade zie je op de bodem, maar dat gaan we niet doen. Nee, dat hoeft niet, hè. Hey, we hoeven hem niet te verkopen, inderdaad. Nee, kijk, ja, ik hou dus heel erg van melk, Lin ook, dus vandaar dat we voor melkchocola gaan. Is wel eigenlijk wel belangrijk, of dat die pistachecreme überhaupt wel lekker is. Want als die niet lekker is... Ja, dan is heel de reep gewoon eigenlijk. Ja, klopt. Misschien kun jij die alvast testen. Ik ga hem eens even testen. Je moet hem eigenlijk even doorproeven. Ja. Zo. Die deegdraden zien er ook echt wel raar uit, hè? Kijk dan wat dat is, joh. Dit moet dus straks allemaal in die reep. Nee, niet allemaal. Nee, ja, niet alles. Nee, maar een deel daarvan. Kijk eens. Lekker openbreken. Ziet er ook echt... Heb je handen gewassen? Nee, nog niet. Het ziet er een beetje uit alsof je een hooibal uit elkaar trekt. Ja, letterlijk. Zo raar. What the fuck? Dit is echt heel raar. Ja? Hier hebben we dus een klein beetje pistas. Op het lepeltje ga ik het doen. Oké. Okay. Oh. Wow, het is echt heel lekker. Echt? Oh, dat had ik echt niet verwacht. Wow. Dit kan je volgens mij ook gewoon op je brood smeren. Nee, joh. Het ziet er echt heel gek uit, dit. Het lijkt ook gewoon op kaasstrips. Snap je wat ik bedoel? Ja. Het lijkt stro en kaasstrips. Ik heb hier ook helemaal nooit van gehoord. Deegdraden. Waar wordt dit nog meer voor gebruikt, joh? Op de... Oh ja, hier de baklava. Ja. Ah. Ja, maar dat is ook niet echt iets wat je altijd in Nederland eet, zeg maar. Nee. Een van de eerste stappen is dus gewoon uiteraard de boter hier in de pan. Ja, en daar moet dit dadelijk in gebakken worden. Heb je het goed gesneden, G? Ja, redelijk goed. Ja, het laatste stukje misschien moet nog een beetje inderdaad. Nou, we hebben hier dus het kokende water in zitten. En het pannetje hierop. Want hier gaat dus straks de chocola in, als ik het goed zeg. Ja, daar gaat de chocola inderdaad in. Oh, alles kan afbreken? Ja, zo klein mogelijk, want smelt het zo snel. Zo echt in één stukje zo. Ja. Dan gaat de chocola dus alles in de meest kleine stukjes dat het mogelijk is. Deze hebben we dus ook gewoon koud bij de appie gekocht. Dat zag ik hier net ook nog. Oh, het begint nu al te smelten zo te zien. Ja. Het smelt al in mijn handen zelfs. Ik ga zo beginnen met roeren, maar nu gaan we eerst even snel dus de deegdraden, hoppakee. Die gaan hier in de pan met boter. Ja. Kijk. Ik denk niet alles, hè? Nee. Een beetje te veel hebben. Kijk. Wat denk jij? Ja, dat denk ik ook. Laat maar zo eens goed, hè? Ja, we moeten sowieso natuurlijk, we gaan ook straks pas zien hoeveel we hebben. We doen het een beetje op het gevoel dus. Even tussendoor weer goed de handen wassen, jongens. Zo, ik voel me helemaal thuis hier op mijn plek in deze keuken. Ja, dan doe maar even lachen. Maar ik... Voordat we gaan verhuizen, toch nog even goed gebruik gemaakt van de keuken hier. Dit duurt wel eventjes hoor, dit bakken. Ja, dat denk ik ook, hè. Ja. De chocola is helemaal gesmolten. Dat ging echt veel sneller dan gedacht. Dus dat, die kunnen we aanraden. Maar deze moeten we nog heel even een beetje aankijken of dit... Ja, dit duurt wel eventjes hoor. Ja, hè? Ja, sommige stukjes worden al een beetje bruin, maar de rest nog niet. Ja, als je goed kijkt inderdaad, kijk. Sommige worden een beetje donkerder. Ja, zie je? Ja. Je ruikt gewoon letterlijk dat dit erin zit. Moet je ruiken. Oké, niet nee, pakken. Nee. Oh. Dit is die geur die aan die reep zit. Oh, inderdaad. Die tagine is precies als je die reep opent, dit is de geur die eruit komt, ja. Dit is de overheersende geur. Oké, dus deze moet je echt hebben. Tahin sesampasta. Ja, dat is hem dus. Die maakt hem ook zo lekker misschien wel. Ja, nee, dat is de pista, denk ik. Ik denk gewoon de combi van alles. Oh! Oh, maar jij hebt dit er nu ingegooid, of niet? Nee. Oh, want het wordt ineens bruin. Ja, dat moet. Oh, het wordt echt deze kleur straks. Ja, dit moet crunchy. Oh, het moet zo. Oh ja, want hier krijg je die crunch natuurlijk. Ja. Oh jongens, ik begin het allemaal te begrijpen. ik begin het nu allemaal te snappen waarom die zeg maar zo crunchy is. Ja, dat komt dus door die deegdraden. Wat zei je? Het is wel echt een rotzooi. Ja. Omdat we geen fatsoenlijke spatel hebben. Nou, we laten deze nog even lekker een beetje doorgaan. Kijk, hij kleurt al steeds meer en meer. Maar wat er nu dus gaat gebeuren, en ik ga het laten zien. Lin gaat het doen namelijk. Ja, maar ik heb dit ook nog nooit gedaan. Nee, maar wie weet mislukt het wel helemaal. Dat maakt niet uit. We doen ons best. Oké, we hebben dus de chocola. En dat gaat? Gaat in de bol. En dan, ik heb er dit onder gedaan, want we hebben geen malletje. Dus dan kunnen we hem straks ook weer makkelijk uithalen. Ja. Die boter trouwens zit aan de onderkant. Ja. Dan blijft het plakken. Oké. Chocola erin. Kijk, ja, wij hebben dus dit als vormpje. Maar je kan natuurlijk zelf eigenlijk ook een vormpje als je die in je keuken hebt of iets. Maar dit is die van ons nu. Dus wij hebben gewoon echt een bakje even gepakt. Maar dan hebben we op zich ook best een grote reep straks, denk ik. Ik denk het ook. Ja, oké, dan moet je zo'n randje gaan creëren. Eerst even de bodem en dan een randje van ongeveer 1 centimeter. Ja. Want daar komt dan de vulling in.
Klopt. Dat is gebeurd. Met is het randje en dat gaat nu in de koelkast. Kijk, nog even, ziet het randje daar goed? Ja. Oeh. Ik vind het wel spannend. Oké, in plaats van de koelkast, jongens, doen we even de vriezer. Oh, ik heb echt medelijden met de mensen die nu, zeg maar, dit ook gaan proberen maken thuis. En dan onze stappen volgen, terwijl onze stappen ook kriskras door elkaar heen gaan. Oké, hop, hij gaat in de vriezer, want dan gaat het dus inderdaad wel blijven van de koelkast. Mag ik proeven? Crunch test. Wacht, even ASMR. Ja, het is crunchy. Je koudt heel raar. Ja, ik moest het even in de microfoon van de camera laten horen, toch? Maar okay. Het is crunchy en Het begint er al goed uit te zien. Let niet op de zooi trouwens, het is echt, echt, echt een bende. Prima. Ja. Ik heb net de hele keuken gepoetst vanmiddag. Trouwens, even, even iets terecht zetten. Dit is tahin en geen tagine. Tagine is dus blijkbaar wat anders, iets Marokkaans. Dus wij zeggen het verkeerd. Het is tahin gewoon en niet wat ik dus net zei. Volgende stap. We gooien dit dus, de deegdraden hierin. Ja, op gevoel. Kijk, ja. Is dit genoeg? Ik denk dat dit genoeg is. Nou, misschien nog een beetje. Klein beetje. Een beetje erbij. Ja. Zoiets? Dikke prima. En dan moeten we de pistaspasta ook daarin gooien. Twee lepels. Ja, twee grote lepels. Kijk. Hop. Dat is één. Oh. Oh, zo. Het is echt een beetje... Huh? Ja. Dat is echt gek, die pistas crème. Wow. Oh. Wat? Oké. Okay. Ja. Dit mixen. Dit mixen, inderdaad. En dan het volgende is dus de tahin, wat we net zeiden. Kijk, dat is best wel vloeibaar trouwens. Ja. Dat is wel anders dan... Ja, dit. Daar doen we twee lepels van ook. Oeh. Dat is één. Of doe misschien iets meer dan nog, denk ik. Nee, denk ik niet. Dan wordt die denk ik misschien te nat. We moeten even kijken. Dit zijn twee theelepels trouwens. Kijk, het is om wat extra smeuïg te maken. Dit moet er straks een beetje uitzien. Ik zag dus ook mensen die dit er niet in doen. Maar voor mijn gevoel is dit wel hoe het hoort. Oké. Okay. Dan hebben wij hier, kijk, onze chocola weer uit. De vriezer. Nou, daar gaan we. Dan gaan we hem vullen. Misschien hebben we wel te weinig. Denk je? Toch wel. Misschien wel. Ja, kijk, we hadden daar nog heel veel over. Maar dit is dus we de vulling. We kunnen nog bijmaken. Oh joh, nee, dit komt wel goed, denk ik. Zo, dit gaat een dikke reep worden. Kijk even. En dan wat hiermee gaat gebeuren is dus de chocolade die we hier dus nog over hebben. We hebben nog een klein beetje meer erin gegooid. Een reepje erbij. En dat gaan we dan hier overheen. Dit gaat echt perfect net dicht passen. Och, dit gaat lekker worden, denk ik. Tada! Ja, kijk. De chocola eroverheen. Hop. Zo. En dit ga je dan nog inderdaad zo'n klein beetje hop verdelen. Dat de randjes ook echt dicht zijn. En dan gaat hij daarna weer de vriezer in. Of de koelkast, wat doen we? De vriezer? Ja, hè? Iets sneller, toch? Ja. Hij gaat hier achter me de vriezer in. Oké, dat is het nu wachten en dan kunnen we straks dus de test doen. Zo, als het niet lekker is, dan moeten we naar de winkel. Dan gaan we hem gewoon weer kopen, inderdaad. Hij ligt er nog in. We hebben het nog in de koelkast liggen, ja. Nou, dit is dus hoe wij denken dat het moet. We zijn ongeveer, ik denk een uurtje verder. Hij heeft in de vriezer gestaan en we gaan hem eruit halen. Nou kijk, het is niet zo speciaal wat eruit ziet, want dit is dus nu hoe het eruit ziet. Het is gewoon een bakje chocola. Maar deze moeten we er dus nu uit gaan halen. Kijk, het folie gaat er dus nu netjes vanaf. En dan hebben we dus, als het goed is, een hele reep. Zo, op sommige plekken krijg ik het er niet goed af, hoor. Nee? De ultieme test. Door midden snijden en kijken hoe de binnenkant eruit ziet. Daar komt hij, jongens. Oeh, en? Ja, hij is wel groen aan de binnenkant. Het ziet er op zich wel goed uit, moet ik zeggen. Toch? Niet zo smeuïg. Nee, dat niet. Maar dat komt misschien omdat hij nog hard is, hè? Zal ik er een... We moeten hem een beetje laten ontdooien, dan is hij beter misschien. Ik snij sowieso één reepje af, dan gaat het iets sneller. Het moment van de waarheid. Oké, we hebben hier een stukje. Hij is een klein beetje goed gesmolten nu dus ook. Het ziet er wel een stuk minder lekker uit dan echt de originele, maar... Beetje droger, hè? Ja. Je hoort wel de crunch, hè? Ja. Maar... Ja, het is lekker. Het is lekker, hè? Maar voor de moeite die we erin gestopt hebben... Kun je hem beter kopen. Kan je hem echt beter kopen. Maar hij kopen. Is wel echt heel erg lekker. Ja. Ja, hij is goed. Ik vind hem ook super lekker. En ik denk dat het grootste verschil van de reep, bijvoorbeeld van die bonte koe... Dat hij gewoon zit in de chocola. Want we maken hun chocola natuurlijk helemaal zelf. En wij hebben gewoon dus een keer een appie chocola, zeg maar. Maar nou, hij is wel echt nice. Maar nogmaals kan ik jullie wel aanraden om hem gewoon echt zelf te kopen. Maar als je moeite wil doen, dan heb je wel dus echt een grote reep zo ook. Ik vind hem wel echt heel lekker. Ja, toch? Want hij lijkt er wel echt op. Mm.
Wow, ik eet hem nu even door. Hij is echt wel goed. Ik vind hem ook heel goed. Hij is echt goed gelukt, ja. Oké, je moet hem echt zelf proberen te maken als je dit leuk lijkt. Oh, we hebben dus nog in de koelkast liggen. Ik vind het echt de moeite waard. 100%, vooral als je meeg eet. Ja. What the fuck? Nu en ik gaan... Oh, joh, wij zien ineens echt een fel licht komen. Wat is dit? Maar wij denken, hè, wat is dit? Huh? Wacht. Maar wat is het? Ja, dit is gewoon een vliegtuig. Is dit gewoon een vliegtuig? Wij zien ineens, wij zitten binnen op de bank, jongens. We zien ver ineens echt een ziek licht aankomen. Maar hij scheen ook gewoon naar binnen. Ja, dat leek wel bijna. En ik denk, hè, wat is dat nou? Dus ik dacht, er staat iemand daar in een boom of zo. Zit hij naar binnen te schijnen met een licht of zo? Want daarachter kijk. Daar zie je allemaal bomen staan op de dijk. Ik kijk. Het is gewoon een vliegtuig. Die heeft gewoon zijn landingslicht aanstaan. Je hebt die Rotterdam Airport natuurlijk verderop zitten. Alleen, ik heb hem nooit gezien. En ik woon hier 3,5 jaar. 4 jaar bijna. Dit heb ik helemaal nooit gezien. Dat een vliegtuig zo aankwam. Dat is wel gek. Jij zit ook te kijken. Wat is ik dat nou? Ik dacht ook, hè. Het kwam ook zo naar binnen. Ja. Wij helemaal van, oh, pak die camera, kom kijken. Nou, het was gewoon een vliegtuig. Ja. Oh, oké, jongens. Kijk wat ik heb. Ik heb 2 chocoladestukjes hier op mijn bordje. En aangezien Jelle en Bo ook zo helemaal weg zijn van die reep, ga ik een stukje naar hen toe brengen, omdat ik er gewoon trots op ben. Ik ben trots op ons bordje. En ja, zij moeten morgen weer naar school en werken. Dus vandaar, morgen konden ze niet echt. En ik dacht, ja, anders hebben wij morgen opgegeten. Dus ik ga gewoon met een bordje hiernaast, dan ga ik het even brengen. Het is ook 22:30 s'avonds. Maar ik ga gewoon even langs bij ze. En dan ben ik heel benieuwd naar wat ze ervan vinden. Vandaar dat ik ook heen en weer ga, dus. Besef dat ik zo trots ben, omdat ik eigenlijk een keer zelf in de keuken iets gemaakt heb. Weliswaar samen met Lin. Dat ik het nu gewoon aan mijn vrienden wil laten proeven. Of ze het lekker vinden. En dat ik helemaal naar Rotterdam toe gereden ben hier. Bro, besef. Deze man kan geen helemaal chocolade. Besef je die hier? Ja, ik ben geen moest geven, maar echt teringtje, joh. Ik heb mijn best hier opgedaan. Ik heb eindelijk een keer zelf het in de keuken gemaakt. Heb je dit zelf echt gemaakt? Ja? Niet Lin. Samen met Lin? Ja, maat, ik ben. Ja, ik zei net via de app, ik ben echt. Kan ik je helpen? Dat jij in de keuken hebt gestaan. Ja. Wow. Wil je proeven? Zo, het ziet er ook echt goed uit. Ja, hè? Kijk, eerste complimentje is al binnen. Ik moet even kleding. Ja, dat is toch leuk? De echte kenners. Ja, bro, ik ben eens nieuw broek. Ja, ik draag een nieuwe broek. Jij geeft het toch? Ja, ja. Hij heeft hem besteld, ik heb hem betaald. Oh, ik dacht dat je die eigenlijk... Hij heeft wel geholpen, ja. Gio, ik ben echt enorm trots op je. Ik hoor een business aankomen. Ja, eerlijk. Ja, Bo, jij moet ook proeven. Ja, maar we proeven samen van deze. Ik ben benieuwd. Waarom? Ja, jij mag de eerste stap. Dan kunnen we... Nee, maar... Hij voelt goed. Hij voelt echt goed. Kijk, hij is niet zo goed als de echte natuurlijk, denk ik, hè? Hij kraakt ook. Oh, joh. Ja. Hij is crunchy. Maar is hij ook lekker? Ja, ik heb geen idee. Oeh, je keek een beetje boos. Nee, ik ben even goed aan het... Ja? Ik vond dus, ik had meerdere stukjes op en dan was hij beter. Dat was beter dan het eerste stukje. Knap crunchy, hoor. Ja, goed, hè? Hij is heel crunchy. Ja. Hij is echt goed. Maat, hey, wat krijgen wij morgen, man? Morgen kom ik jullie avondeten brengen, man. Zo, echt? Dus eigenlijk het eerste wat je straks voor je zoontje kan maken... Is een reep. Is straks een reep gewoon. Zo grappig, jongens. Bo en Jelle zitten precies een beetje in hetzelfde proces als Lin en ik. Ja. Want we gaan allebei verhuizen. Alleen deze motherfuckers krijgen een maand eerder de sleutel. Ja, dat is niet... We zijn echt jaloers. Ze krijgen gewoon over een anderhalve week de sleutel. Maar ze zijn dus ook bezig met de stoel. Ja. Kleuren voor op de muur. Gio dacht dat dit ook de stoel was. Ja, ik dacht dat dit het onderstel was. Maar ze hebben het gewoon... Ik dacht, hè, wat een raar onderstel. Het is gewoon een poef, ja. Maar het gaat gewoon even om de kleur. Dat we hem hier... Ik kwam binnen en ik dacht, hè... Maar ja, allemaal een beetje deze kleur dus ook. Het lijkt eigenlijk wel een beetje ook op wat wij hebben. En, ik ga het laten zien. Kijk, we hadden deze bank gezien. Oh ja, dat is wel nice. Maar ik vind hem te kort. Ja, deze valt wel in onze prijs. Ligt eraan of je ruimte hebt. Ja, maar hij moet eigenlijk langer. Toen zag ik deze. Oh ja. Toen dacht ik, ja man, 3300 euro. Ja, ja, duur hè? Ja, dat ga ik niet kunnen. Dat gaan we net kunnen doen. Oh, ik ga eens een vraagje stellen hè, in deze vlog aan jullie. Vinden jullie dat ik deze Ferrari weg moet doen? Omdat ik vader word. Zeg maar, je hebt toch ook vaak vaders die doen dan hun motor weg. Omdat ze vader worden, zeg maar.
vinden ze het niet meer verantwoord. Vinden jullie dat ik dat ook moet doen met deze? Ik ben best wel benieuwd hoe jullie daarover denken. Dames en heren, dit was de vlog voor vandaag. Morgen om 6:30 komt er weer een nieuwe vlog online. En ja, er gaat ook iets leuks gebeuren deze week. Maar dat gaan jullie allemaal nog wel zien binnenkort in de vlog. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Lekker zondagje gehad, lekker chill. Voor de rest niet heel veel gedaan dus. Maar het was wel weer een lekker dagje. Dus jongens, meiden, bedankt voor het kijken. Tot morgen. En ik zeg later.